Hey mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Assassin's Creed Syndicate. En wat gaan we deze aflevering doen? We moeten eigenlijk nog best wel wat kleine dingetjes doen. Ik wil bijvoorbeeld die Karl Marx nog even helpen. Maar wat ik nu eigenlijk het belangrijkste vind is dat we even de Thames gaan veroveren. Dus daarmee wil ik eigenlijk gewoon beginnen. Het lijkt me niet heel denderend veel werk, maar... lijkt me wel iets wat even moet gebeuren. En als iets even moet gebeuren, dan doen we dat even. Nou, dat is ook niet zo heel moeilijk. Als we de Thames namelijk veroverd hebben, hebben we weer een soort van gebiedje erbij. En dan is het wel weer... hoe zeg je dat? Dan hebben we genoeg gebied om weer een volgende missie te doen. Tenminste, in mijn ogen vind ik dat we een beetje die grond moeten veroveren. Zodat het anders is het een beetje gek, toch? Dan lopen we rond en dan hebben wij vet helemaal niks aan territorium. En dan... zitten we ondertussen te knokken tegen Tempeliers. Dat is een beetje... ik vind het een beetje gek. Dus vandaar dat we... af en toe... we gaan hier gewoon in één keer zo heen... tokkelen. Nee, dat ken je niet, hè. Dat is een beetje te veel van het goede. Iets heel erg veel van het goede. Misschien een beetje heel erg te veel van het goede. Zullen we daar wel even heen slingeren. Oeh, slinger, jot. Ja, en de Thames lijkt me het minst leuke gebiedje om mee bezig te zijn. En waarom is dat dan weer het minst leuke gebiedje? Nou, water en zo en allemaal boten. Het is wel heel erg leuk om, zeg maar, ook zo'n soort dingen te zien. Maar het is niet mijn ding of zo. Ik weet niet, ik vind het niet mijn ding. En dat is niet zo heel erg. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je iets minder leuk vindt, dat je dan ook minder graag doet. En ja, dan krijg je dus dit soort fratsen. Kijk, we kunnen er beide helemaal gewoon zelf heen slingen. Dat is op zich best wel vet. Hier ben je het terrein van de Blijders. Ja, nou ja, dan maar toch. Ik bedoel, wat wouden ze gaan doen dan? Dit is wel makkelijk. We kunnen er gewoon helemaal heen tokkelen. Dat is wel chill op zich. Dus dat is ook best wel handig gewoon. Het scheelt heel veel ellende ook wel. Ja, toch wel weer een klein beetje. Ik ben ook benieuwd wat voor missies hier nou weer zijn. Want ja, het is toch best wel een ander gebied, hè. Dus water en boten. Smokkelaarsbootje. Dat interesseert me niet zoveel, die smokkelaarsboten. Doe dan. Ik zou net zeggen. Hij doet het. Maar nu doet hij het wel. Dus dat scheelt weer. Dat is een premiejacht. Oh, dat is ook niet best. Kinderen bevrijden. Overstokeren. Niveau 9 aanbevolen. Welk niveau zijn wij? Niveau 7. Oh, dat schiet ook niet echt op. Kunnen we niet nu alweer wat vaardigheden kopen? Of kunnen we die al lang kopen? Maar hebben we het gewoon echt al heel erg lang niet gedaan? Dat lijkt het eigenlijk wel een beetje op, hè? Als je multimoord pleegt, wordt je gezondheid aangevuld op basis van de hoeveelheid vijanden die je hebt gedood. Bij vermoorden eigenlijk niet zo heel vaak multi-doden. Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. En... waarom gebeurt dat bijna nooit? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik echt niet. Treffer richt meer schade en is mogelijk om vijanden direct te doden. Deze is hard. Automatisch het hoofd. Ja. Dus als iemand dan, als je dan op F drukt, dan is het in één keer boom en dan is die keer ook bijna dood. Nou, dat is fucking chill. Dat is echt fucking relaxed gewoon. En... minder schade van afstandsaanval. Dat is ook wel relaxed eigenlijk. Ja, dat is ook best wel relaxed. Verdediging 2. Oh nee, ik wou naar bende upgrades gaan. Even kijken. Oh, we zijn echt arm, hè. Dat is wel even een probleempje eigenlijk. Dat is misschien nog wel even een probleempje. Tempeliersjacht. Nou, dat moet wel lukken. Ik bedoel, tempeliersjacht is niet zo heel moeilijk meestal. Dus gewoon even iemand snel vermoorden en that's it. Nou, dat moet altijd... eigenlijk lukt dat altijd wel. Hallo mensen. Boeit ze helemaal niet dat wij in één keer op een boot lopen. Wat zou jij nou doen dan? Kom maar even hier dan. Moet ik jou even afleren dan? Nee, dat doe ik niet. Jongen, klim omhoog joh lul. Hij klimt niet omhoog, hij gaat naar de zijkant. Hij heeft er vandaag geen zin in. Ja, anders hadden we die boot kunnen redden, maar nu niet meer. Dankjewel. Wat een loser. Wat een fucking loser is dat jongens hoor. Soms word ik echt gek van deze guy, maar... hij is aan de andere kant ook wel weer heel erg vet. Dus ik weet niet wat ik ervan moet vinden om... ja...
dan moeten we dus alsnog een pocket zwemmen, hè? Dat is... Oh, dat niet, want we kunnen hier gewoon omhoog klauteren. Jongen, dat scheelt dan wel weer een klein beetje heel erg veel. Want ik had niet zo heel veel zin om te gaan zwemmen. Dat vind ik dan niet zo heel erg cool. Hoe ze zouden ooit willen gaan zwemmen. Ja, kijk. Klauteren we hier zo heen. Jongen, we are going to kill a Templar. And that's what we're going to do today. Waarschijnlijk hebben we er meerdere vermoorden vandaag. Of tenminste, we moeten er ook nog misschien wel een paar gewoon gevangen nemen en zo. Oké. Okay. Voordat een agent doel werd vermoord. Wat een klootzak. Hebben wij natuurlijk niet zo. Nou hoop ik dat ik heel gewoon boos word ofzo. Maar dat is niet het geval. Ik vind het best wel heel erg jammer. Nou. Het een van de doelwitten vermoord. Ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen. Ik weet echt niet hoe ik daar aan zou moeten beginnen. Dat klinkt heel simpel, maar... Hoe zorg ik er nou weer voor dat een agent denkt van... Hé joh, klootzak, hier, maak jou af. Dat gebeurt niet zo snel namelijk. Of we moeten hem wild zien te maken, maar... Dan moeten we heel gauw even snel naar de winkel. Ja, dat zou misschien nog wel kunnen werken. Heel misschien, hè. Ah, dat kost 500. We hebben geen 500, joh. Wij zijn een beetje arm vandaag. Heb jij niet gewoon heel toevallig van die dingen? Dat zou wel leuk zijn. Werp met zijn munitie. Hier ligt ook niemand meer. Maak ik jou af, joh, maar oké. Dat fuckteer jij nog niet hier een beetje stoer lopen doen tegen mij? Hou er niet zo van, hoor. Hou niet van motherfuckers die niks stoer lopen doen tegen mij. Maak me niet uit of je van de politie bent of niet. Jij valt mij zomaar aan, dat vind ik niet lief van jou. Helemaal niet lief van jou. Maar nu kunnen we helemaal nooit meer iemand laten vermoorden door middel van de politie, want we hebben net de politie vermoord. Dan wordt het inderdaad lastig. Ja, eigenlijk wel, hè. Dan vermoord deze motherfucker ook maar rustig, dat zou ik zeggen. Ja. Sneuvel en dart. Dat scheelt toch wel weer 500, hè. Nou, die is ook dood. Joh. Deze kerel moet ook, deze beest moet ook gewoon dood, of niet? Wat de fuck is dit voor bullshit? Goed zo, die is ook dood. Dat was niet heel erg moeilijk, maar blijkbaar toch wel zo moeilijk dat ik er ooit ervoor moet zoeken. Dat vind ik op zich niet zo heel erg gek, maar aan de andere kant vind ik het wel een beetje gek. Want ja, moeite doen voor zoiets. Nou, eigenlijk was ik vooral moeite aan het doen om te zorgen dat we die... zorgen dat we die 100% zouden krijgen, maar dat lukte blijkbaar dus niet helemaal zoals ik wou dat het ging. Dus ja, dat is een beetje heel erg jammer. Heel erg jammer, maar ja. Wat gebeurd is gebeurd, hè. Daar kunnen we ook niet meer iets tegen doen. En dat hoeft ook helemaal niet, want ik bedoel, ja, we zijn geweldig genoeg. Dus wat dat betreft maakt het niet zo heel erg denderend veel uit. Maar hier nou even naar snel. Ja, dan komen we mooi vanaf het land aan. Dat is makkelijker als vanaf de zee, meestal. Ja, eigenlijk altijd wel. Dat is gewoon makkelijker, want je moet dan niet
de hele tijd over die boot heen klauteren en zo. Dat vind ik namelijk vreselijk irritant. Ja. Dat is ook gewoon vreselijk irritant. Daar kan ik helemaal niks aan doen. We gaan eerst even naar het laadschermpje. Wachten op het laadschermpje. Ja. Laadschermpje. Nog een laadschermpje. Jongen. Dat is wel jammer hoor. Altijd al die laadschermen en zo. Ik weet wel ongeveer welke kant ik op moet. Ik denk dat we gewoon al bijna er zijn. Maar ja, ik denk dat we gewoon bij dat rode gebiedje moeten zijn. En dat is ook wel vrijwel zeker. Want daar staan allemaal koetsen klaar. En als er ergens koetsen klaar staan, dan 9 van de 10 keer. Zodat wij daar iets moeten doen. Oké, deze bitch die denkt ook in één keer van, nou laat me hier nog heel gauw heen gaan. Oké, nu moeten we eigenlijk... Die moeten we zien te pakken. Oké. En als we die moeten ontvoeren... Dan moeten we eigenlijk proberen om dat te doen. Now, Bishop! Oké, motherfucker, kom je met me mee? Ja, dat dacht ik al. Dit is wel grappig. Be quiet! I'm in the middle of work! Ja, dat maakt mij toch nog een bal uit, of wel? What do you think you're doing? Wat ik denk dat ik aan het doen ben. Ik neem jou gezellig mee. Be quiet. I said, be quiet. I'm in the middle of work. Let's stir up some trouble. Is it your job to pollute the river? It's nothing personal, but a man must also make a living. Ja, nou, dat snap ik op zich wel. What do you think you're doing? Nou, ik probeer jou mee te nemen, maar dat lukt niet, want ik kan niet de goede kar vinden om jou mee te nemen. What do you think you're doing? Dit is een mooie kar. Hup, erin. What? Stap jullie, gaan jullie mee of niet? Get me out of here! En dan komen er van die gangsters achter me aan natuurlijk. That's the way. Stap je er nog bij in of niet? Er moet één iemand hun in de gaten houden, of hem in de gaten houden, dat weet je. De motherfuckers in dit, hè? That's a girl. What the fuck doen deze guy? Goed zo. Afmaken die handel. En je doel weer levend terug. Ja, dat lukt eigenlijk altijd wel. We hebben dat één keer gefaald of zo, maar dat kwam niet door mij. Dat kwam gewoon door dat die motherfucker in één keer dood ging. Terwijl ik niks deed tegen iedereen. Heel vaak. Ik heb hem helemaal niks aangedaan, dus dat valt best mee. Normaal gesproken snap ik dat je dat zegt, maar deze keer snap ik niet helemaal dat je dat zegt. Want dat slaat helemaal nergens op. Ik ben hartstikke goed voor die kerel geweest. Als je kijkt, nu hoeven we hier ook nog maar, nou, misschien 3 dingetjes te doen, dus dat valt op zich wel mee. En natuurlijk nog de, hoe noem je dat? Dat moet je altijd doen, zo'n gangmember vermoorden en zo, maar dat stelt niet zo heel erg veel voor. Keep your eyes peeled for trouble. Ik ben nog net weer te laat. Ik vind dat echt vage shit hoor. Zet menigte evenementen voltooid. Ja, dat hebben we gewoon weer gedaan hoor. Dat doen wij ook gewoon. Dat is, we zijn hele nette mensen hoor. We helpen gewoon andere mensen in nood en zo. Doen we gewoon. Ja. Zo lief en goed en vriendelijk zijn wij gewoon. Moet je nagaan. Hoe goed mensen we eigenlijk wel niet zijn. En dat wordt niet altijd gewaardeerd hoor. Echt niet altijd gewaardeerd. Ja, dit zouden we ook wel even heel snel kunnen doen. Aan de ene kant heb ik er ook nog best wel wat zin in. Maar dat komt vooral omdat wij een beetje geld nodig hebben. Oh, nou, laat maar. Ik ga niet nog meer moeite voor doen. Jongens, maak ze af. Ik heb jullie geholpen, maak ze maar af. Ik heb er geen zin in. Ja, ik ga het toch niet doen. Ik heb me bedacht. Ja, nou, dat is mooi dat het gereset is, want ik ging het niet meer doen. Ik dacht, ik druk op die knop en hij vermoordt iemand en dan stapt hij erin. Maar dat doet hij dus blijkbaar niet, hè. Blijkbaar gaat hij
iemand vermoorden en dan stapt hij er weer af. En dan denkt hij, oh shit, ik had ergens ook nog op dat voertuig moeten staan. Dus nu, ja, moet ik erachteraan rennen. Nou, dat ga ik niet doen hoor. Dat ging ik niet meer doen, daar had ik geen zin in. Here you go, chief. 500, jee, daar kan ik weer net een pijl van kopen. Dat is wel ziek hoor, net een pijl. Maar we kunnen er ook andere dingen voor kopen. Dat is dan wel weer nice. Ik denk dat dat wel beter is dan dat we een pijl kunnen kopen daarvan. Want een pijl, daar hebben we niet zo heel veel aan. Nou, kijk, je hebt er wel wat aan. Ik bedoel, pijlen zijn best wel handig om te hebben. Want als je geen pijlen hebt, dan heb je ook niet iets om mee te knallen en zo. Hè. Dat is natuurlijk toch wel ergens een probleempje. Maar het is wel handig om ook... Keep up, I've no time for stragglers. I'll kick you off! Oké, dan heb je daar geen tijd voor joh. Dat maakt mij niet zo veel uit. Dan heeft hij waarschijnlijk gezegd tegen die bitch dat tegen onze gangmemster dat we in één keer. Ah, vermoord die motherfucker daar maar. Op zich best grappig. Aan de andere kant, dan moeten we helemaal naar beneden klimmen. Daar heb ik ook geen zin in, want ik weet niet eens hoe ik daar moet komen. Dus dat is best lastig. De Thames. Dat is nog niet van mij, hè? Nee. Toch nog wel ergens jam. Vind ik toch nog wel ergens een probleempje hoor. Die Joeko van de schip is dat zeg. Jongen. En dan moeten wij dan helemaal op zien. Lukt wel, dat weet ik zeker dat het wel lukt. Maar het is wel Joeko van de schip. Hier ben ik, terrein van de beleiders. Nou, dat is ook niet mijn probleem, dacht ik. Zo wel. In ieder geval niet. Ik laat hem helemaal omhoog. Dit is wel, dan moet je wel heel sterk zijn hoor. Die motherfucker is ook best wel sterk, anders kan dit niet, maar dit is wel asociaal ingewikkeld moeilijk. En we zijn erop gekomen. En niet een dode sprong, dan spring je naar beneden, ja? Dat is nog niet de bedoeling, we moeten naar boven toe. Stom spel soms, een stom spel. Dan denk ik van jongen, hoe bedenk je het? Spring hier naar beneden toe. Ja, dacht ik inderdaad, dat is wel heel erg logisch. Spring jij helemaal naar beneden toe, gaan wij weer helemaal naar boven moeten klimmen. Nou, fucking kutsel zou dat zijn, toch of niet? Nou mag je die dode sprong doen, die kant op alsjeblieft. Dan hebben we meteen dat dingetje weten te maken. Dat is wel hartstikke normaal. Dat scheelt toch wel heel veel ellende. En nou mag u voor mij deze kist even openen. Dat vind ik ook altijd wel leuk als je dat voor me doet. Wel deze kist, want deze kist levert meestal nog wat extra's op. Hè? Dat is altijd gewoon, ja, top service gewoon. Een zeldzame zeezijn. Nou, dat klinkt toch wel weer leuk hoor. Dat klinkt echt gewoon geweldig mooi. En we moeten die kant op voor de tempeliersjacht. Ja. Kijk, hier kunnen we dus ook al wel een aantal dingen doen. Maar dit is een niveau 9 vereist. Dat is best wel hoog. Dit is 8 en dit is 4. Nou, 4 is dan toch wel het beste, of niet? Dat zou heel erg easy mode voor ons te doen moeten zijn. En dat is het ook, want het is niet heel ingewikkeld. Dan is het ook niet zo heel erg moeilijk voor ons. Ik wil even hier omheen klauteren, dus we gaan even lekker deze kant op en dan springen we hier het water in. Oh, dit kunnen we ook nog wel even snel doen trouwens, dit zijn maar twee van die smokkelwaren. En dood de leider. Oh, we moeten ook nog even snel de leider vermoorden. Oh, maar lukt dat? Bitch, dat moet ook wel leuk doen nu. Ja, dat snap ik ook nog wel dat we dat met dynamiet anders, hoe zou je dat anders doen? Met water of zo? Ik weet niet hoe je dat anders had willen doen, maar deze kerel die voelt wel heel erg overduidelijk logische informatie aan. Maar wat ik eerst even wil doen was die kant op. Dus hier moet ergens zo'n leider zijn. Nou, neem die ook maar mee. Jongen, dit is wel weer jammer hoor. Dit is wel echt een bitch move, hoor. Nu moeten we deze twee mannen van ons nog vermoorden. Oké. Dit is wel een fucking klote hoor. Ik had eigenlijk gedacht dat we dit sneller zouden doen, maar... Ja, dat zou ik net al gaan doen, maar dat werkt niet helemaal.
explodeert die andere die ook net of niet? Goed zo, 2 in 1 klap. Dat is 2 vliegen in 1 klap, dat is eigenlijk gewoon geweldig. Goed zo, smokkelaarsboot, grondstoffen gekregen, 2000 money erbij. Nou kijk, dat soort dingen maakt me nou wel weer heel erg blij. Super happy, I'm super happy right now, because we get a chest. And in that chest is 666 money. And 666 money is quite a lot of money for me. En ik denk voor meerdere mensen hoor, ik denk voor meerdere mensen. Ik hoop ook voor meerdere mensen, anders dan voel ik mezelf straks een keer een motherfucker. En het is niet leuk om eens een keer een motherfucker te zijn. Dat is gewoon, ja, dat vindt niemand leuk denk ik. Ik weet eigenlijk wel zeker dat niemand het leuk vindt. En ik ook niet. Ik vind het ook niet leuk, nee. Oké. Okay. Ik weet niet wie Tom Esken is. Oranje. Misschien weet ik wel wie dat is trouwens. Misschien, heel misschien weet ik wel wie dat is. Dat is hem niet. Ik dacht, kijk, daar staat iemand. Dus misschien is dat hem wel. Maar dat is hem dus. Aha, maar er staat wel iemand daar. Dat is toch wel weer leuk. Eigenlijk vind ik dat nog best wel weer heel erg leuk inderdaad. Kunnen we daar nou niet ergens heen tokkelen? Heel erg jammer hoor, want ik dacht ik tokkel daarheen. Ja, nou als dat ook uit de lucht is, dan vind ik het wel heel erg simpel. Dat maakt niet uit, liever simpel dan moeilijk. Dat is gewoon een feit. Op zich is dat best wel heel erg logisch ook. Oh, dat was nou net weer niet zo heel erg slim denk ik. Gelukkig staan daar. Oh, dat is een kind. Nee, dat kunnen we niet vragen om ons te komen helpen. Dat is wel heel erg bruut, hè. Oh nee, het is gewoon een gangmember gewoon. What this? Gewoon echt een keer een gangmember erbij. Ik denk van wow, oké, dit is wel hard. Oké, we moeten even uit dit gebied ontsnappen. En dan hebben we hem gehaald. Yay, we did it, motherfucker. Goed bezig. Goed bezig. Nu krijgen we een keer een meester. Ah, dus die kunnen we nu ook gewoon equippen. Dat is wel sexy hoor. Nou, we hoeven nog maar 2 van die gebiedjes. Dan heb ik mijn doelstelling gehaald voor. Voor nu. Of niet? Moeten we hier nog meer doen? Ja, we moeten die premiejacht hier nog even doen. Maar dat doen we zo meteen. Ik wil eerst even kijken bij de items. Items, inventaris. En dan wapens. En dan. Voor de meester assassinen. Ja, ik heb het net gekregen voor de meester assassinen. Die wil ik equippen, natuurlijk. Die moet je gewoon equippen, natuurlijk. En die kunnen we zelfs nog upgraden. Hè. Kost wel 5000. Kost maar even 5000, joh. Maar dat hebben we toch zo. Toch, dat vernietigen wij niet, hoor. Nee, we hebben niet. Ik weet niet hoe ze dat doen, maar. Een hele kaap om snel geld te verdienen. Ja, leuk is dat, zeg. Een insider zorgt ervoor dat Classic populair wordt. Vindt meer van je favorieten. Die is wel even leuk om te krijgen. Dan krijgen we kleine rooks. Ja, daar gebruik ik in de rook. Maar dan voor dingen stelen en zo. Dat is op, mag dat? Is dat ook niet gewoon fucked up? Dat is eigenlijk ook gewoon fucked up, hè? De ene kant, ik wil deze guys ook best wel graag hebben. Maar ik ga deze eerst even kopen. Dan hebben we minder last van die motherfuckers hier, hoor. Dat is namelijk best wel. Dat zijn echt irritante dingen, vind ik dat. Dat die mensen in één keer daar aankomen en dan moet je. Heel gauw iets bedenken en dan. Oh, dat werkt ook gewoon wat je van die mensen hebt. Hè? Dat is niet normaal hoor. Dat vind ik echt werkelijk maar niet normaal. Maar we gaan de aflevering sowieso de Thames veroveren. En dat vind ik wel super vet om te doen. Ik bedoel, ja, de Thames veroveren. Dan hebben we gewoon een hele vakke rivier er ook nog bij. Dan hebben we. Ik denk wel 3/4 van de stad. Ik denk wel. We hoeven dan nog maar 2 gebieden. Dus dan hebben we sowieso 3/4 van de stad. En dat is best sick. Dat is toch fucking ziek gewoon? Ja, eigenlijk wel ja. Dat is toch gewoon eigenlijk een applausje waard. Ik vind dat een applausje waard is. Maar dat gaan we nu niet doen. Nee, dat gaan we nu niet doen. Een beetje te veel van de goeie.
Die kant op. Waar moeten we die kant op? Yeah, we need to go this way, because in this way then we can find money, and we need money, because if we do not get money, then we will not get rich. And if we do not get rich, then we will get big, big problems. En waarmee krijgen we dan big, big problems? Nee, dit is eigenlijk ook niet zo heel erg moeilijk. Dan krijgen wij big, big problems met het feit. Breng het doelwit levend terug. Dacht ik al dat dat die kerel zou zijn. Hoe kan je dat nou weer zien dan? Nou, die kerel staat hier gewoon perfect ingedekt door zijn medemens. Dat is best wel weer heel erg jammer. Het zou leuk zijn als dat kon, hè? Maar dat kan dus. Oké, motherfucker. Ja, nu moet ik achter die motherfucker aanrennen. Dat heb je ook druk wel, of niet? I don't care about al die motherfuckers, maar wat ik wel weet, dat ik hier nu heel gauw omhoog wil. Oh, nu is hij dood. Dat snap ik nu ook wel, dat je nu met dit aan doet. Soms gebeurt dat gewoon. Zeg ik deze aflevering net van, oh ja, er is bijna nooit iemand vermoord op deze manier, maar dat is nu gaan. Dus dit doe ik het per ongeluk gewoon. Dat is niet cool. Kan die ook niet meer wegrennen, praat het leven van de dood. Kan die ook niet meer wegrennen, dus ik moet dat altijd gewoon positief bekijken. Hij kan niet meer wegrennen, dat scheelt sowieso alweer een ellende. Ha, die man is even zijn poep hebben gaan opruimen. Ik denk van, nou, ik heb genoeg gepoept. Ik hoef er niet nog meer poep in. Ben je bijna wel zeker. Hé joh, moet je niet in één keer vallen, dat is niet de bedoeling. Wel een beetje bij me blijven, en dan, ja, ik kan niet meer wegrennen, dat niet. En dit is het doel. Dus ik niet zo heel veel last meer van deze man hebben, want hij is dood. En heb je niet zo. Je kan moeilijk last hebben van. Ja, nou, dat kan je wel trouwens, hè. Ik heb wel last van een lijk hebben. Want dat kan heel erg gaan stinken natuurlijk. Dus wat dat betreft kennen we er best last van hebben. Maar hey bro, kom je me even helpen? Oh, we moeten we toch vooruit. We gaan deze kant op. Hey, die motherfucker komt niet eens mee. Die motherfucker komt niet eens mee, joh. Oh, en heeft iemand hem vermoord. Jobbe, we did not kill him, but he is dead. Nou, dat is altijd positief, toch? Ik denk dat het positief was om mensen doodgaan die dood moeten gaan. Jammer dat deze man dood is gegaan, want dat was niet de bedoeling. Maar now that's a fate he didn't deserve. Ja, nee, maar soms gebeurt dat gewoon, jongen. We moesten hardhandig optreden. We moesten echt werkelijk maar gewoon hardhandig optreden. Dat kan ik ook. Kijk, ik bedoel, ik heb ook gewoon mijn best gedaan om die man levend te houden. Hè. Dat moet je ook kunnen begrijpen van mij. Ik bedoel, ik ben niet een moordenaar of zo. Maar ja, soms heb je gewoon geen andere keus. En dan gebeurt het gewoon. Dan gebeurt het gewoon, joh. Als we het met zin gedaan hadden, dan snap ik dat hij dat zegt. Maar nu snap ik niet dat hij dat zegt. Ik bedoel, wij doen hartstikke veel moeite voor die man. En dan behandel je mij zo. Dat vind ik niet netjes. Nee, dat vind ik gewoon jammer ook wel. Ik vind dat eigenlijk best wel heel erg jammer, inderdaad. Dat is een beetje zielig. Eigenlijk gewoon een beetje zielig, hè? Vind ik wel. Ja, gewoon een beetje zielig. Dat is niet leuk. Het is niet leuk om zo behandeld te worden. Dat doet ook gewoon een beetje pijn. Ja, het doet gewoon een beetje pijn, mensen. Ik kan er ook niks aan doen. Ik vind het niet leuk om zo behandeld te worden. Eigenlijk boeit het me niet zoveel. Nee, want het is maar een NPC. En het is niet eens de hoofd-NPC. En we moeten nu nog een stukje lopen om het laatste stukje te pakken, hè. Het laatste stukje te pakken. Ja, maar welke kant moeten we op? We moeten die kant op, denk ik. Ik denk dat we die kant op. Weet ik eigenlijk bijna wel zeker dat we die kant op moeten lopen, want daar staat de premiejacht. En als daar de premiejacht staat, dan moeten we waarschijnlijk wel die kant op lopen. Dat is heel erg logisch, hè? Jee! Oh, dan gaan we hierheen. Tuurlijk, dat doen we gewoon. En dan gaan we daarheen. Wat een asocialiteit. Wat een asocialiteit. Ah. Eigenlijk is het ook niet normaal dit, hè? Nog pokken en dieren inlopen zo. Spring maar naar beneden, want hier is een kistje. En we hebben geld nodig. En als je langs een kistje loopt, kun je de kist net goed even openmaken. Want dat is niet zo heel veel werk.
En, nou ja, 66, 666 money erbij is wel een lekker bedragje, natuurlijk. Dat is... Oké, man. En vrouw. Man en vrouw. Als ik deze strijder even vermoord, ja. Pak jij deze dan? Dan ga ik achter die andere aan hoor. Dat je dat maar even ziet en weet. Dan zijn we namelijk daarover eens. Want die moet niet ontsnappen natuurlijk. Als die ontsnapt dan... ...wij je heel wat werk voor Jan Lul lopen doen. Dat is nooit goed. Dat is nooit goed. Nee, dat is gewoon... Oh, hij rent op ons af. Hij rent op andere mannen van mij af. Goed zo. My God! What in God's name? Get off me, you! Get off me, you! Hij heeft wel een grote mond, hoor. Dat vind ik niet leuk. Ik moet hier even weg zien te komen, want ik weet niet precies hoe ik dat moet gaan doen. What in God's name? Help mij even, ja. Ik heb even wat extra mensen nodig, want ik moet de pokken en lopen of zo. Ik weet nog niet hoe ik hier precies weg moet komen, want overal zitten wel van die... Hoe noemt men dat? Dat noemt men hekjes. This is none of your business. Piss off. De grote bek trekt. Your criminal activity has made it my business. What criminal activity? Can't a fellow stand about the docks with his workers and wait for a shipment to come in? A shipment of narcotics? I think not. Huurder van je een rijvoertuig. Ja, dan moeten we zo'n rijvoertuig vinden, joh. Dat hebben we nog niet gevonden. Dat is een beetje nu het probleem op dit moment, hè. Dat snap je zelf ook wel, of niet? Oké, ja, joh. Waar is een rijvoertuig? Een rijvoertuig. Kunnen we niet even zo'n ding bestellen of zo? Dat zou wel leuk zijn. Dat we nou gewoon even kunnen zeggen van... Hoe zijn we hier met je rijvoertuig? Kijk, deze motherfucking rijvoertuig kunnen we wel gebruiken. Maar dat kan niet. Hé, hey, ik moet deze man even wegbrengen. Dus... Somebody help me! Dat je dat maar even weet. Hé, hey, die motherfucker van mij, pak hem! Pak hem dan! Schiet hem af, joh! Oh, hij heeft net iemand van mij vermoord. Dat is niet leuk. Nou, vermoord ik jou ook, klootzak. Wat een lul, zeg, wat een lul. Dan ben je wel een lul, hoor, als je zomaar een keer mijn mensen hier gaat maken. Hé, hey, jongen! Jullie moeten allemaal wel komen helpen. Kijk, die motherfuckers die rennen wel super snel. Die denken, hé, hey, blijf van mijn baas af. Blijf van mijn baas af, joh, klootzak. Dat denkt hij, dat weet ik zeker dat ze dat denken. Haha, dat is ook best grappig. Eigenlijk vind ik dat ook nog best wel heel erg vet. Thank you, friend. Tuurlijk. Voor jou altijd. Voor jou echt werkelijk maar altijd, man. Ik help jou het liefst day and night, al zolang wij maar gebieden krijgen en jij maar die gevangenen krijgt, vind ik het dan wel prima. Oeh, kijk, daar is een knokgebiedje vrijgespeeld. Joepie, dat gaan we doen. Dat gaan we doen, hoor. Dat vind ik leuk. Dat gaan we zeker weten doen. Doe maar erheen. Ja. Is daar niet een waypoint heel erg dichtbij? Dat zou wel leuk zijn. Deze waypoint is best wel dichtbij. Dan gaan we daar even... Nou, daar maken we even gebruik van, hoor. Dat vind ik wel een heel goed idee. Anders moeten we zo ver lopen. Zo ver, dan moeten we echt weer heel ver lopen. En daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Nou, een klein beetje niet heel erg veel zin. Dus dan moet je dat niet doen. Nee. Helix punten gebruiken voor extra ingame geld, grondstof en tijdbesparing. Druk op escape en e-store. Te gaan. Echt kunnen we daar gewoon. Dus we zitten die punten te verzamelen en daarmee kunnen we dus gewoon fucking geld krijgen. En dat wisten we nog niet. Want dat vertellen ze nu pas. Of ik leer dat nu pas. Dat is lelijk. Hebben we niet van die Helix punten of niet? Zijn dat niet die dingen die we elke keer oppakken? Ik weet het niet, maar ik denk het wel. En als dat zo is, dan wil ik ze meer oppakken. Ja, dan wil ik er meer oppakken. Oh, wacht. Eerst even deze bitch. Zo, die is helemaal gek. Die is werkelijk wel echt helemaal van het padje getikt, hoor. Kom maar, jong bitch. Weet niet wat jij denkt? Jij denkt, oh nee, weet je wat ik moet doen? Maar je bent wel dood. We hebben jullie lijden gewoon vermoord, hè? Dat weet je wat dat betekent? Ja, dat betekent dat jij mij heel makkelijk kan pakken. Dat is wel een beetje heel goed. Hun stonden daar met een fucking leger, ja? En wij stonden daar in ons eentje. Nou, daar ga ik echt niet moeite voor doen.
Dat is niet eens eerlijk. Zijn we nou nog steeds niet daar? Oh, nou, dan niet, dan loop ik wel. Lopen, haha, lopen. Wij jatten wel een dingetje en dan komen we er wel. Tuurlijk, dat doen we op deze manier, anders dan duurt het nog heel erg lang. Deze. Ja. Anders moeten we namelijk. We moeten al weer komen. Dat waren ze ook helemaal gek, hè? Dat waren ze helemaal gek. Dat snap ik ook wel, want er wordt overal schoten en zo. Dat is je niet gewend. Nee, dat is je gewoon niet gewend. Dat is best logisch dat je even schrikt en zo. Niet erg. Helemaal niet erg. Tuurlijk is dat niet erg. Wat doen we doen? We maken het mezelf ook heel erg makkelijk. Niet dus. Dus dat is best logisch dat hij schrikt. Dat is ook niet zo heel erg. Nee. Wat ik wel vet vind is dat we de trein in één keer tegenkomen. Ja, dat is best, best ziek eigenlijk gewoon. We zijn er bijna. Slow down now. Ja, we zijn er. Dan hoeven we niet meer snel. Nou gaan we gewoon. Wow. Oké. Okay. Wow. Yo, doe even lekker rustig aan, joh. Ben door, toch? Ja, dat gaan we doen. We gaan deze motherfuckers afmaken. We gaan deze motherfuckers zo hard afmaken, dat is niet eens normaal meer. Dat is gewoon nergens in de Nederlandse geschiedenis of in de Engelse geschiedenis te vinden. Zo hard maken we ze af. Are in good standing with Miss Swinburne no longer leading the Thames Blighters. Good luck to both sides. Ja, die bitch komt in één keer op ons afrennen. Dan maken wij de dood, hoor. Dan gaan we niet in één keer... ik weet niet wat ik nou moet doen. Laten we al die andere mensen afmaken. Perfect. Zet de rook vol me hier op. Dat is op zich wel grappig. Dit vind ik op zich wel heel erg vet. Ah. Oh, en... We are the winners! Ladies and gentlemen! We are Jacob and Evie Fry! And as of this moment, you all work for us! Ja, die mensen in die groene shirtjes die werken dan voor ons, dus dat is niet zo heel erg bijzonder. Maar die andere mensen, die denken erover van... Oh ja, hebben best wel een goed, goed punt. Laten we voor hem gaan werken. Dat is best wel heel apart eigenlijk. Oh ja, dat wil ik. Ik ga nog even één ding kijken. E-store. We hebben nu dus 650 Elix punten. Koop XP boost. Ontwerpen ontgrendelen, kaarten ontgrendelen, uitbreid. Gamegeld. 10.000 kunnen we daarvoor kopen. Voor 300 Helix. Nou, dan doen we dat even. 10.000 is best wel veel voor mij, dus dat is best wel relaxed. En dat doen we dan twee keer. Ja, we hebben die punten toch eerlijk gekregen, of niet? Ik weet niet hoe we die punten hebben gekregen, maar... Ik denk dat we ze eerlijk gekregen hebben. Dan wil ik nu eindelijk mijn bende upgraden. Tuurlijk, dan wil ik nu mijn bende gaan upgraden, want dat is gewoon fucking vet, toch? Met die krachtpatsers erbij. En extra hiervan erbij. Huppakee, kijk, mijn hele gang is zoals ready to murder. Wat houdt dit in? Maak geld over verschillende rekeningen om verschillende inkomensactiviteiten te vergroten. Oh, dat wil ik hebben. Dan krijgen we dus meer geld voor de voor de activiteiten die we doen. Dat is toch best wel chill. Waarom hebben we dat niet eerder gekocht? Godverdorie, hadden we eerder rijk kunnen worden. Had ik eerder moeten zien dus. Keurwetten goed die ervoor zorgen dat je 25% extra in je schuilplaats kan krijgen. Ook leuk. De naam vrijjaar vijanden of het zuiver van het blijft vallen je niet op straat aan. Dat is ook leuk. Het zijn allemaal leuke upgrades hoor. Als we dit allemaal hebben dan pas wil ik beginnen met dat maken en zo. Want dat is ook... Best wel heel erg chill om te hebben. Bijvoorbeeld deze is dan wel echt handig gewoon. Dit is allemaal wel vrij handig. Maar ik vind dat je dat soort dingen pas moet doen als je hebt wat je hebt. Dus als we genoeg hebben dan wil ik dat inderdaad wel doen. Laten we deze nog even snel pakken. Want we hebben dat ding nog nooit eerder gepakt zo'n geheim van Londen. Dus ik wil er nog even snel eentje pakken. En dan wil ik daarna de aflevering afsluiten. Ja. Gaan we daarna de aflevering afsluiten. Dat moet ook wel een keer kunnen natuurlijk. Ik
Ik vind van wel, anders dan blijven we bezig met praten en met doorspelen en met spelen en met spelen en met spelen. Ook leuk, zeker weten ook leuk, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. We moeten ook een keer de aflevering weer afsluiten. En dan gaan we de volgende keer gewoon lekker verder. Tuurlijk, de Thames is nu ook van ons. Ha, bitches! Ik wil even respect hebben voor die kinderen, die moeten niet flikken, dat is niet leuk. Aha. Oh, dat zijn die dingen. Voor mij hebben we die dingen ook nodig voor een van de 100 dingen die we moeten verzamelen. Moeten wel veel dingen moet je verzamelen en zo, hoor. We moeten echt heel veel dingen verzamelen. Zoals bijvoorbeeld hiervoor moeten we die dingen volgens mij verzamelen. De kluis van Rigu. Maar dat is wel heel erg ingewikkeld, want dan moeten we echt heel veel dingen vinden. En als we heel veel dingen moeten vinden, dan weet ik zeker dat ik daar nooit zin in ga hebben. Dat is meestal zo, hoor. Ik vind het leuk om die dingen te doen, maar ik vind het niet leuk om alles te moeten verzamelen. Ik bedoel, als je ze tegenkomt, dan vind ik het leuk om ze te pakken. Maar anders, nee, dankjewel. Nee, dankjewel. Gewoon niet doen. Niet echt. Meestal begin ik er niet eens aan. Paar dingetjes. Meestal gewoon voor de money en zo. En andere leuke dingen. Maar voor nu gaan we de aflevering afsluiten. Volgende aflevering gaan we weer verder met het verhaal. Want anders dan komt dat verhaal nooit af. En ja, ik wil hem toch wel een keertje uitspelen. Ja, eigenlijk wel. Sequentie 6. Waarvan acte. Ja. Dat is waarschijnlijk weer zo'n verhaal van Lucy. Dan gaan we van Lucy. Hoe heet ze ook alweer? Van Evie. Zo vaak hebben we haar gespeeld. Eigenlijk spelen we haar niet zo vaak. Hè? Dat is wel een beetje jammer aan de ene kant. Maar aan de andere kant. Ik vind het cooler om gewoon een man te spelen. Want ja. We hebben zo ook een man. En dan vind ik het leuk om als man een man te spelen. Vind ik gewoon. Ja. Ik weet niet. Het is gewoon zo. En vrouwen spelen is ook wel leuk. Maar niet. Ik weet niet. Het trekt mij minder of zo. Ik weet niet hoe dat komt. En waarvan dat komt. En dat soort dingen. Maar maakt het niet zo luid. Voor nu. In ieder geval. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. En ik zeg. Laters.